en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe 3 looks 1 palet video. En het oogschaduwpaletje die ik vandaag ga gebruiken is het nieuwe paletje van Be Perfect. Hun nieuwste samenwerking met Stacey Marie. Ik heb al een keer eerder zo'n 3 looks 1 palet video gemaakt. Daarin had ik het paletje van Sauve gebruikt in samenwerking met Revolution, hun nieuwste collectie. En ik dacht, ik ga weer zo'n video maken, maar dan met dit nieuwe paletje. Want dit paletje is echt super groot. Je kunt er super veel looks mee maken. En ik dacht, ter inspiratie voor jullie ga ik hier vandaag 3 looks mee maken. Ik heb hem echt net nieuw. Ik heb hem pas 1 keer gebruikt in mijn herfstvideo. Dus als je nog een extra look wilt zien met dit paletje, bekijk ook even die video. In die video heb ik een hele mooie groene Halo Eye gemaakt. En vandaag ga ik nog 3 looks maken hiermee. Dit is best wel een herfstpaletje, zoals je kunt zien aan de kleuren hier. Dus het wordt ook een beetje herfstvibe vandaag, denk ik. Maar ik heb nog geen idee wat voor looks ik ga maken. En bij elke look doe ik ook een leuke lipkleur erbij ter inspiratie. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, ik ben echt weer enthousiast om in te gaan met het paletje. Dit is dus het Be Perfect Carnival, de Antidote Palette, via de samenwerking met Stacey Marie. Dit is echt een super groot paletje. Kijk eventjes al deze kleuren, matte kleuren, glanzende kleuren, allemaal mooie warme kleuren. En een hele grote spiegel. I love it. In de herfstvideo ben ik vooral ingegaan met de groene kleuren hier. Maar voor de 3 looks van vandaag ga ik in met het hele paletje. Zoals je kunt zien is het paletje ook een beetje opgedeeld in 3 verschillende secties. Je hebt hier het groene deel. In het midden heb je de meer cooltone kleuren. En aan de andere kant heb je alle warme kleuren. Dus je kunt echt goed zien dat het zo 3 soort van gebieden zijn. En voor elke look ga ik 1 sectie gebruiken. Dus 1 gebied, zeg maar. Dus 1 look wordt warm, eentje wordt koud en eentje wordt groenig. En ik kan niet wachten om te beginnen. Dus dat gaan we ook gewoon gelijk doen. Als je dit soort video's leuk vindt en ook andere paletjes zou willen zien, let me know beneden in de reacties. En als je heel veel looks wilt zien, dan volg me ook vooral op Instagram. Want daar post ik een look elke dag. Dus dan heb je weer elke dag wat nieuwe content van mij. Nou, zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezicht make-up al gedaan. Want we gaan ons vandaag echt richten op de ogen. Dus laten we inzoomen. Oké, look nummer 1 wordt de groene look. Ik ga het groene gedeelte gebruiken. In de herfstvideo heb ik dus zo'n halo eye gemaakt. Een best wel draagbare look. De look die ik er nu mee ga maken is niet echt draagbaar. Is meer creatief. En dit is een beetje mijn inspiratie. Niet de kleuren, maar meer zo die shape. Echt heel apart. Dus zoiets wil ik gaan maken. Een soort van cut crease. En het loopt zo rond hier buiten. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus die stap kunnen we overslaan. We kunnen gewoon gelijk ingaan met het kleurtje. Ik ga beginnen met deze lichtgroene glanzende kleur. Die heet Silvery. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. Want dan wordt de glanzende kleur wat heftiger. En dan ga ik beginnen met die kleur hier in de binnenste hoek. Wauw, super heftig. Dit paletje is by the way echt fantastisch. Maar ik denk niet dat ik dat nog hoef te vertellen. Kijk hoe heftig dit gewoon is. En ik ben slechts 1 keer ingegaan in dit paletje. En er komt zoveel pigment vanaf. I love it. Dan pak ik de groene glanzende kleur hier. Die heet Nectar. Ik probeer nu ook echt andere groene kleuren te gebruiken dan dat ik in die herfstvideo heb gebruikt. Zodat je een beetje iets anders ziet vandaag. En die kleur ga ik ernaast aanbrengen. Zo in het midden. Oeh, die is een beetje geelgroenig. Dan pak ik weer een beetje van die lichtgroene kleur van net. En dan ga ik die weer een beetje hier aanbrengen om het in te blenden met die kleur ernaast. Zo, het moet wel zo heel mooi in elkaar blenden, zeg maar. Ik wil niet dat je zo'n harde lijn ziet. En dan als laatste kleur pak ik deze groene matte kleur, die heet Clover. De laatste kleur wordt dus een matte kleur en die ga ik zo hier zo aanbrengen in een soort van rondje. Ik ben benieuwd of dit gewoon goed gaat lukken. Waar is mijn kwast heen? Ik ben altijd random mijn kwast kwijt. Jongens, dit is echt beter gegaan dan verwacht. Oh my god, dit is zo apart. Waarom geeft dit mij een beetje alien vibes of zo? UFO vibes. Als je het echt strak wilt maken, je kunt dan ook eventueel met concealer zo langs de rand gaan. Maar ik vind het wel gewoon goed zo. I don't care. I love it. Ik ga het ook eventjes bij de andere kant doen. Oké, andere kant is ook af. Die is iets minder goed gegaan dan hier. Deze ging echt perfect. Hier is het een beetje hoekiger geworden of zo. Maar dat gaan we gewoon met z'n allen negeren. Nou ga ik verder met de onderste rand. Hier wil ik weer een andere soort groene kleur aanbrengen. Nu ga ik in met deze felgroene matte kleur. Die heet Moss. En ik hoop dat die echt fel genoeg gaat zijn. En dan ga ik die aanbrengen zo hier zo op mijn onderste wimperrand. Maar alleen maar zeg maar vanuit de binnenste hoek tot aan het midden.
I love it. Dit is echt de meest aparte look ever. Jullie hebben nog echt iets van Sarah, what the F is dit? Maar we zijn gewoon lekker creatief vandaag, jongens. Oké, jongens, de ooglook is helemaal af. Ik heb deze heftige wimpers opgedaan. Dit zijn gewoon van die Shein wimpers. Gewoon random wimpers die ik daar heb besteld. Lekker heftig, vond ik wel al passen bij deze heftige look. Nou ga ik verder met de lippen. De lippen hou ik een beetje nude en neutraal. Aangezien deze ooglook al super heftig is. Ik ga eerst in met dit lippot loodje van Nabla in de kleur hashtag nummer 5. Dan ga ik in met deze nude matte liquid lipstick van Pixi. En dan ga ik in met deze lipgloss van Elf van de Mint collectie. Die is ook een beetje zo groenig zoals je kunt zien. En dat vond ik wel leuk een matchen met deze ooglook. Oké, jongens, dit is dan de hele look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt super leuk. Echt een hele aparte look. Ik heb er ook echt heel lang over gedaan. Oh my god. Maar ik vind dat het echt heel erg leuk is geworden. Ik vind het ook heel leuk in een combinatie met de lipkleur. Dit is ook wel de meest aparte look van vandaag. De andere twee looks worden iets meer draagbaar. Maar ik vond het dus wel gewoon leuk om er ook zo'n hele aparte, abstracte look in te gooien. Let me know wat je ervan vindt beneden in de reacties. En dan gaan we snel verder met de volgende look. Nou, jongens, daar ben ik weer. Alles is helemaal af. We zijn klaar nou voor de tweede look. En nu ga ik voor de middelste cool tone kleurtjes. Ik begin met deze lichte peachy kleur. Die heet Buff. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog met deze Zoeva 228 Fluffy Kwast. Dan ga ik in met de bruine matte kleur hier. Die heet Lotta Latte. En hiermee ga ik de look iets bruiner maken. Die breng ik ook aan in mijn arcadeboog. En dan ga ik in met deze donkere bruine matte kleur, die heet Chestnut. Die breng ik aan met deze iets kleinere fluffy kwast, Zoeva 224. En dan ook in mijn arcadeboog, maar ik hou hem een beetje laag. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast van net. En dan ga ik gewoon een beetje zo wild over alle kleuren om ze zo een beetje in elkaar te blenden. Ik heb niet meer oogschaduw ermee opgepakt. Dan ga ik met concealer een halve cut crease maken. En ik begin hem best wel hoog, echt helemaal hier zo. En dan zo tot hier ongeveer. Dan ga ik in met deze hele lichte matte kleur, die heet Dove. En die breng ik aan over de hele cut crease. Dit wordt een volledige matte look. Dan pak ik weer deze donkere bruine matte kleur Chestnut. En met een platte fluffy kwast ga ik die dan ook aanbrengen hier zo in de hoek. En een beetje inblenden met die lichte matte kleur. En dan zo naar buiten blenden. Dan ga ik al die matte kleuren die ik heb aangebracht in mijn crease ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Jongens, I love it. Super mooie look. Helemaal mat. Ik maak niet vaak matte looks, dus dit is wel leuk voor de verandering. De ooglook is helemaal af met nep wimpers en al deze prachtige nep wimpers zijn gewoon van Essence The Lash Like A Boss wimpers. En dit is in de stijl 01 OMG. Super, super mooie wimpers. Omdat dit een volledig matte look is, wil ik ook mijn lippen mat houden. Dus ik ga in met deze lipstick van She Glam van Shein in de kleur Deep Caramel. Dit is echt het fijnste product ever. Hier heb je het lippotloodje en dan hier heb je de lipstick. Ik vind dit echt een super mooie look. Dit is echt een hele mooie soft glam look. En dit is ook echt een look die ik zou dragen. Ik zou persoonlijk denk ik de cut crease dan misschien ietsje meer omlaag maken. Maar ik vind dit ook gewoon echt heel erg leuk. Een hele mooie volledige matte look. Mijn hele gezichtsmake-up is ook mat. Behalve op mijn neus. Maar dat gaan we gewoon even negeren. Maar ik vind het echt super mooi. Let me know ook weer wat je vindt van deze look beneden in de reacties. Oké, daar ben ik weer. Nu eindelijk voor de laatste keer. Deze video kost echt een eeuwigheid. Nou ga ik in met de laatste look en daarvoor ga ik de warme kleuren hier zo gebruiken. Dit wordt echt een mooie smoky look en dit wordt ook de look die ik de hele dag ga ophouden. Ik ga vanavond naar de bioscoop, dus dan kan ik gewoon lekker deze look ophouden. Dus ik hoop dat het gewoon goed zal gaan. Ik begin met de geelachtige matte kleur hier, die heet Pretty Peach. Weer met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast ga ik die kleur aanbrengen in mijn arcadeboog. Maar nou maak ik van dit soort kleine ronde bewegingen. In plaats helemaal naar buiten ga ik nou gewoon meer naar binnen. En dan maak ik een beetje een ronde look. Dan pak ik de matte kleur hier. Die heet Van. Die breng ik er een klein beetje onderaan. Ook weer in mijn arcadeboog. Die is een beetje oranje. Dan pak ik de iets donkerdere matte kleur hier. Die heet Oktober. Nou pak ik weer deze iets kleinere fluffy kwast. Zoeva 224. En dan breng ik die ook aan in mijn arcadeboog. En ik blijf onder die andere twee kleuren. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast. En dan ga ik zo over de randen om alles mooi samen te blenden, zeg maar.
Dan pak ik de donkere matte kleur hier, die heet Pecan. Die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. Dan pak ik weer die kleine fluffy kwast en dan ga ik het weer inblenden bij de randen, zodat alle kleuren mooi in elkaar inblenden. Ik wil geen harde lijnen zien. Oh, I love it. Dit is echt mooier dan dat ik van tevoren had verwacht. Dan ga ik al die matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Nu ga ik in met deze glanzende kleur hier, die heet Pin-up. En dan breng ik die glanzende kleuren aan over mijn hele ooglid. En dan weer een beetje uitblenden bij de randen, maar hoeft echt maar een heel klein beetje. Dan pak ik deze hele lichte glanzende kleur hier, Glisten. Deze kleur hoort officieel niet bij het warme kleurengebied, maar ik moet gewoon een lichte kleur hebben voor in mijn binnenste ooghoek, dus ik pak die. En die breng ik dan zo hier aan in de binnenste ooghoek. En dan met wat er nog een beetje op mijn kwast zit, breng ik ook een beetje die glanzende kleur aan onder mijn wenkbrauwen, om het mooi te liften. Deze look is echt super mooi geworden. I love it. Oké, mijn ooglook is helemaal af. Ik vind het echt een super mooie look. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark in de stijl 730. Mijn fave wimpers. Nou ga ik verder met de lipkleur. En ik ga voor deze lipcombo. Dit is een lipkit set van Revolution X Sauf. En welke kleur is dit? Er staat niet op welke kleur dit is. Maar er zijn maar twee lipkits. En ik heb de donkerste. Dus het is gewoon die. Nou, ik vind deze lipkleur er echt fantastisch bij passen. Dat heb ik echt goed gegokt. I love it. Ik vind deze lipkits, by the way, echt fantastisch. Dus ik zou ze zeker halen. Nou, dit is dan de laatste look. Wat vinden we ervan? Ik vind het echt een super mooie look. Let me know weer beneden in de reacties wat je van look nummer 3 vindt. Nou, nu kunnen jullie de laatste look ook nog zien van iets verder af. Ik vind het echt super mooi geworden. Dit is ook gewoon de look die ik gewoon vandaag de hele dag ophoud. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video, want dit soorten video's kosten mij super super veel tijd en energie. Ik ben echt kapot. Het is al 1 uur en ik heb nog steeds niet gegeten. Dus ik ga snel eten hierna. Laat me ook weten, wat is jouw fave look van alle drie? De groene look, de cool tone look of de warme look? Let me know beneden in de reacties. Paletje is echt een dikke aanrader. Dit is echt mijn herfstpaletje van dit jaar. I love it. Dus mocht je nog aan het twijfelen zijn of zo om hem te halen, stop ermee en haal hem gewoon gelijk. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!